Hey, what up? Leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. We staan allemaal weer klaar. We staan allemaal weer in houding, oké? Okay? Ga allemaal weer klaarstaan, want daar komt het Brugklas Volkslied. Dames en heren, we zitten allemaal weer klaar om Brugklas Update week 17 te kijken. Ik sta in ieder geval, volgens mij zitten jullie met z'n allen. Of op jullie liggen met een tablet of telefoon. Ja, ik kan jullie gedachten lezen. Ik ben heel goed in gedachten lezen. Om meteen eventjes met de deur in huis te vallen. Ja, ik heb geen benen. En nee, ik heb geen hoofd. Oké, okay, top. Nu kunnen we beginnen. Oh nee, ze slaapt. Eindelijk. Ebru is levensmoe. Eindelijk. Het is ons gelukt. We volgen Soraya, die haar pauze zoals wel vaker doorbrengt met voetballen. Met voetballen. We beginnen er meteen mee. Voetbal, dames en heren. Voetbal. Cool. Voetbal is cool. Ah, wat doet hij nou? Je hebt echt een zieke scheur hier laten zien. Oh nee. Oh, wat ga je nu doen? Weet ik veel. Nou, rondlopen met een zieke scheur in mijn broek. Weet je, als je meedoet aan voetbal, alles is eigen risico. Misschien kun je beter even naar huis gaan of zo, want dit is echt heel erg. Echt niet dat de jongen naar huis laat gaan voor een scheur in mijn broek. Nee, echt hè? Wat maakt die scheur in de broek nou uit? Echt zo, dit is zo erg. Oh mijn god. Vraag je geld terug aan hem, want hij heeft je geduwd. Ze is niet naar huis gegaan omdat ze een betere oplossing heeft gevonden. Ja, ze heeft het maken. Nou, had je vanmorgen even niet iets anders aan kunnen trekken toen je wakker werd? Nou, ik had niet echt veel keus. Nou, ik vind het anders dat is best wel leuk, zo'n kort broekje of niet, jongens. Hij tikt iedereen ook zo aan van, het was een leuke grap toch, jongens? Kom op. Ik bedoel, niet in de laatste plaats, omdat het iedereen afleidt in de les. Oké, dus de broek gaat ineens te ver, omdat hij iets te kort is. Ze zit toch? Ze zit op dat ding. Waar heeft iedereen last van? Volgens mij heeft die docent heeft er het meest last van. Wat een viezerik, oh mijn god. Een dag later heeft Soraya mentorles van meneer Gimberg. Wat doet hij nou weer grappig? Dit past niet op deze school. Dit is een plek om te leren. Nou, ik kan anders even goed leren in mijn carnavalkostuum als in mijn normale kleding. Ja, ik eigenlijk ook wel. Ja. Blijkbaar snappen jullie er helemaal niks van. Dus misschien is het goed als jullie het me even gaan uitleggen aan meneer Volmers. Ik begrijp überhaupt niet. Oké. Wacht even, ik begrijp heel de situatie niet. Doen ze dit nou omdat zij gisteren een gescheurde broek had? Ga hem uit. Nee. Ja. Maar we hebben niks verkeerd gedaan. Jullie gaan er nu uit. Meneer, dat leg het maar uit en neem een alsjeblieft wat normale kleding aan. Kom op, move. Heb een beetje humor, man. Ja, het is inderdaad. Het is gewoon een grapje. Een van de belangrijkste pijlers van deze school is dat iedereen zichzelf mag zijn. Dat iedereen zichzelf mag zijn. Dus als zij naar school willen komen in een Zemermin-outfit, dat is hoe ze zijn. Zullen we het leiden van deze school maar aan mij overlaten? Oké, dus uiteindelijk, ze zijn langs de directie geweest. Het mag. Dan zou ik juist de dag erop gewoon met z'n allen massaal in carnavalskleding gaan. En doe clownkostuums aan en hang de clown uit. En dan weet ik zeker dat de dag erop de directie zegt van, het is nu, vanaf nu verboden om met dit soort kleding naar school te komen. En de jong krijgt haar telefoon niet aan de praat. Gelukkig is een van de slimste leerlingen in de buurt. Oh, wat fijn. Hey, kijk eens, duurt het heel lang voordat hij weer... Oh mijn god. Is mijn beste vriendin. Maar ja, was. Want ze is een half jaar geleden naar IJsland verhuisd met haar moeder. IJsland? IJsland is wel heel dream. Daar zou ik ook wel willen wonen. Hé, hey, volgens mij ben je wel blij dat ze terug is, of niet? Ja, is toch super. Oscar ken ik wel, die is bij mij in de GSA. Maar ik ben eigenlijk wel verbaasd dat hij al zo lang het vriendje van Dalroen is. Dat wist ik helemaal niet. Hij heeft het nog nooit over haar gehad eigenlijk. Nee, dat is raar. Ik ken Oscar dus van de GSA. En ik weet dat hij met iemand gezoend heeft. En ik vind het heel oneerlijk nu ik weet dat hij een vriendin heeft. Maar waarom vertel je dat tegen Nola? En waarom zit Nola weer in de aflevering? Ze is een tweede klasser. Dit, hoe heet het ook weer deze hele show? Brugklas, inderdaad. Hij heeft met een ander meisje gezoend. Nou ja, niet met een meisje, maar met een jongen. Oh mijn god. Weet je, bemoei je lekker met je eigen zaken? Ja, precies. Bemoei je lekker met je eigen shit. Dat jij homo was, net als ik. Ik denk dat ik bi ben, nu ik met Leroy heb gezoend en zo. Maar, ja, dat hoeft al gewoon niet te weten. Snap wat ik van is het? Het is echt van die rare, ongemakkelijke situaties, man. Het gaat ergens, ze proberen hier nu, ik zit me even te bedenken. Wat voor publiek kijkt hier nou naar Brugklas? Waarschijnlijk kijken, ik ga er vanuit iets van groep 6, 7, 8 kijkt naar Brugklas. Ze proberen ze hier nu volledig uit te leggen dat je in een heel seizoen dat je bi kan zijn, je kan homo zijn, je kan lesbisch zijn, je kan hetero zijn. Volgens mij proberen ze dat nu gewoon echt in een volledig 20 episode
episode, seizoen proberen ze dat uit te leggen. Ik ben niet hier vanwege Oscar. Ik ben hier omdat ik niet in IJsland wil zijn. Mijn moeder woont in een dorp met 800 mensen. En bijna net zoveel schapen. Denk je dat dat chill is of zo? Nou, hoezo niet? Je kan eindelijk een normaal leven leiden als een schapenfarmer. Een herder. Koning Willem-Alexander College is de GSA, de Gender and Sexuality Alliance, druk bezig met het organiseren van een Pride. Oh, daar zijn ze weer hoor. De hele Alliance, de heel Avengers Alliance is weer bij elkaar gekomen. Ik heb de comments gelezen van de vorige aflevering en heel veel mensen zeiden dat dit daadwerkelijk een ding is, ook op hun school, de GSA. dat echt is. I don't know. Wat vind ik van? Sick. Heel sick. Kan ik je misschien helpen met knippen? Ja, is goed. Hier, ik houd wel even voor je recht. Dank je. Oh mijn god, hier. Ik heb echt vet veel zin in de optocht. Ik weet zeker dat het een groot succes gaat worden. Kijk, deze vonk. Ik zag een vonk. Ineens was er zo'n vonk. Ze gaan zoenen. Het is echt niet dat ik het al in de thumbnail heb gezien, hoor. Zullen we anders een keer naar een tweedehands winkel gaan? En daarvoor kleding voor de Pride shoppen? Zullen we anders morgen gaan, in de pauze? Jezus, wat zit hij ineens te hameren op dat hij wil afspreken? Ga eens even lekker weg, joh. Weet je die ook weer, Hugo? Gozer. Doe eens even rustig. Ik denk dat het een beter idee is als we na school de spandoeken gaan verven. Dan is het namelijk leeg. En rustig. Dan is het leeg. En rustig. Doe het lekker tijdens school. Als je tijd krijgt om een spandoek te maken tijdens schooltijd, moet je het doen. Tips van Jeremy. Oh nee. Oh mijn god. Zie je, dat wilde hij al de hele tijd doen. En het is echt... Wat was dat? Ja, echt. En nu moet hij daar nog blijven zitten en verven. En is dit gebeurd? Dit moet je of helemaal aan het einde doen van de verfsessie... of niet. Want nu is het ongemakkelijk. Het maakt me toch leuk. Ja, Marnix, what the fuck? Of vond hij alleen een jongen zoenen? En dacht hij dat ik mee zou doen? Dat was niet zoenen, dat was een kusje. Hij wil duidelijkheid. Ja, vraag het gewoon. Sinds ik uit de kast ben gekomen, is echt alles anders. Toen, daarvoor wist ik nog helemaal niet wat ik wilde. Nu nog steeds niet, blijkbaar. Wil je verkering met me? Tenzij je het te snel vindt, hè, dan is het niet erg. Nee, ik vind het niet te snel. Ja, ik wil graag verkering met je. Heel sick, Gyro. Lekker gedaan, joh. Je hebt weer lekker verkering gevraagd. Heel sick. Moet je elke dag kussen, vind je? Weet ik niet. Hoezo zit ze dat zo te... Hij doet net een vies broodje salami in zijn mond en dan geeft... Meisjes die voetballen zijn lesbisch. Wat is dat weer voor ongelooflijk goede We zitten wel echt... Ik word er wel een beetje moe van, jongens. Ik heb liever dan weer die bommen en die granaten en die wapens en die branden... dan de hele tijd van... Oké, we gaan het hebben over seksualiteit en over politiek... en over wie, of je links of rechts bent. Wat is dat boring. Anders leuk vinden om met mij een keertje af te spreken na school? Nee, dank je. Oeh, feels bad, man. Feels Kom, bad. Kom op, één is toch niet te veel gevraagd? Het is niet alsof je me nog kent. Misschien wel lol. Nou, ik hoef je niet per se beter te leren kennen, omdat je gewoon niet echt een type bent. Oef. En het is niet flauw bedoeld, maar smeken heeft ook niet echt zin. Oeh. Het enige domme is dat ik nu pas zie waarom ze nee zei. Die chick is hartstikke lesbisch. Wat? Ik weet het zeker. En weet je waarom? Omdat al die voetbalmeiden dat zijn. Nee. Ik word afgewezen. Ik moet mijn agressie uiten en verschuiven naar andere mensen. Hoe kan ik dit doen? Zij is lesbisch en jij me stom. En jij? Hoi. Hoi. Hoe gaat het? Ja, wel goed. Ja, met mij ook wel. Wat ik probeer te zeggen is dat ik je leuk vind. Ik heb echt nog nooit gemerkt dat jij mij leuk vindt. Wat een vreemde vogel ineens. Deze guy ook, hè. Echt ineens zit hij op deze school. En ineens is hij aanwezig. En ik vind jou leuk. Hey, fuck jou. Jij bent lesbisch. Ik denk dat je wel vaker dingen niet merkt. Hoe leuk je bijvoorbeeld bent, bedoel ik. Maar ik weet niet of het waar is wat hij zegt. Nee, hij liegt. Ja, ik kan dat sowieso zie niet zo goed aan hoog het krijgen, jongens. Maar één ding weet ik wel. Dat als ik hem afwijs, hij dan tegen iedereen gaat vertellen dat ik lesbisch ben. Ik kom ook niet zo vaak het meisje tegen dat ik leuk vind. Nou ja, soms wel. Nee! Doe het nou niet, joh! Oh nee, waarom stond de directrice ineens daar? Wat stom dit. Wat stom, waarom staat zij daar nou weer te lachen, te grijnzen? Nick heeft straf en zijn vriendin Ilja is uit solidariteit ook vroeg opgestaan.
Uit solidariteit? Zo, zo. Brugglas wordt chic hoor. Chic. Puik. Hey, Ilja. Eraf, hè? Ik heb dus nu al een week verkering met Ilja. Dus het is nichtje van mevrouw de Jong. Dus ze zijn allebei blond, maar gelukkig lijken ze verder helemaal niet op elkaar. Ik zou dus oprecht heel graag willen dat ik verliefd was op Ilja. Elke keer als ik mijn ogen dicht doe, ja, dan zie ik gewoon... De familie is van mevrouw de Jong. Dat is echt heel vaag. Huh? Wat? Dus hij vindt haar eigenlijk niet leuk, want ze denkt dat het familie is van... Ik heb soms het idee dat jij niet echt verliefd op me bent. Wat staat deze guy hier nou over te vinden? Dat heeft hij sowieso door. Wat een rare plek trouwens om een conversatie te voeren. Wat deze guy nou... Natuurlijk wel. Zou ik het anders bewijzen? Oh. Door een kusje te geven, dan kan je het wel bewijzen, toch? Sta jij die tongworstelaars daar nou een beetje te filmen? Ja, inderdaad. Wat triest. Steek hem. Is toch een vriend van jou, of niet? Die staat hier gewoon te filmen. Ja. Nou? Ja, maar wat moet hij doen? Moet hij me steken dan, of zo? Ik heb helemaal niet gefilmd. Of nee, hallo. Ik ben gek. Gekleurd. Hè? Nee, ja. Ik betrap jou toch net? En hij wist ervan. Wat? Wie? Wat? Nee. Stijn, stond je gewoon hier ons te bekijken? Was je nou aan het filmen? Stijn, dat meen je niet. Jij Nou, hij vond het gewoon... Of hij vond het niet erg. Of het moest. Dit is echt next level. Oh, next level script. Vind jij dat soms lekker of zo als jouw vriend ons filmt? Nee, tuurlijk niet. Het zal wel. Ik wil niet verkering met een jongen omdat hij me alleen maar knap vindt. Hoezo niet? Waarom dan? Mijn geweldige innerlijk moet naar voren komen. Ik bedoel, een jongen valt toch op de looks en blijft voor het innerlijk. Dat is wat ik altijd zeg, weet je? Bekijk het ook maar. Zoek maar een ander meisje om tegen te leren. Nou, dat was het. Dat was de wake-update. Deze was wel een beetje matig. Hij voelde een beetje matig. Ik weet niet. Wat vonden jullie? Wat een week. Oh, ik moet ook wake-updates gaan doen van mijn leven. Ik weet zeker dat ze gewoon 10 keer interessanter zijn dan dit. Ik ga sowieso meer dan 1 keer voetballen. Dat is sowieso gegarandeerd. En er wordt sowieso ook meer dan 1 keer gezoomd. Dus dan hebben we hele sick thumbnails. Dan moeten we eventjes, moet ik eventjes over brein worstelen. Ik sta hier in ieder geval klaar. Mijn praatje is gedaan. Het enige praatje is nog aan de editor die het outro voor mij gaat doen. Ik zie jullie volgende week weer, guys. Peace. Oh ja, voor de verhaallijn. Ik en de editor hebben vette ruzie. En hij gaat nu dat... Ja, fuck jou, Bram. Fuck jou. Ja, daar ben ik weer. Sorry, ik heb het er niet bedacht. Ik denk voor deze keer, ik pak even een keer mijn camera erbij. Ik steek een keer moeite hierin. Hele studio set omheen. Oké, dat is misschien niet helemaal waar. In ieder geval mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie er een beetje van genoten hebben. Oh ja, jullie vroegen elke keer op mijn Insta. Jullie. Ik bedoel, hier is die. Ja, ik ga niet zo debiel doen als die brugklaskindjes die zo... Bedankt voor het kijken. Volg Jeremy nog even op... Ja, precies. En tot de volgende video.